Ja, ik ben begonnen met basketbal op mijn 10e. En mijn ouders hebben allebei gebasketbald en ik kwam als klein kindje al mee naar de hal. En dan zetten ze me gewoon in de berging op een ingeklapte basket en dan daar schieten. Dus ik kwam op een ochtend naar beneden en ik zeg, pap, mama, ik wil basketballen. Ik had een hele grote basket thuis die ik kon voorrijden ook. Dus als het weer maar een beetje oké was, dan stond ik gewoon buiten, ook nog te schieten buiten de training om. En toen trainde ik denk ik 2 keer in de week. Ja, dat was voor mij niet genoeg. Ik begon gewoon heel snel van het spelletje te houden. En voordat ik het wist, trainde ik 8 keer per week. Speelde ik wedstrijden op landelijk niveau. En het zat er echt in, al van meteen. Gewoon de eerste wedstrijd die ik speelde, was ik gewoon meteen verliefd. Ja. Het was in februari, ben ik in een wedstrijd op mijn rug gevallen. Van redelijke hoogte. En ik voel eigenlijk van iets zit niet helemaal goed. En na de wedstrijd heb ik toen besloten van we gaan de volgende dag zo snel mogelijk naar Promotus. Promotus werkt samen met Landsteden om de spelers zo snel mogelijk te behandelen en fit te krijgen mochten ze blessures oplopen of pijntjes hebben. En zodoende ben ik toen zo snel mogelijk naar Tom gegaan voor behandeling. Toen kwam Mike binnen. Als een oud omaatje, met heel veel pijn. En dan denk je al van ja, dit weekend gaat het helemaal niet worden. En uit het onderzoek bleek ook wel dat het de volgende dag een wedstrijd spelen niet mogelijk was. Nou, op het moment dat je Mike spreekt en ziet, toen ontstond al de verdenking op een fractuur van de wervelkolom. Maar dat wil je wel bevestigd hebben, dan wel ontkracht. En daarin is de rol van de huisarts en Anatomie Medisch Centrum heel groot. En wil je dat zo snel mogelijk? Nou, door de samenwerking zoals we die hebben, was dat gewoon binnen 1 dag allemaal mogelijk. En godzijdank dat Remco het niet vertrouwde. En na een aantal testjes toch tegen me zei van ik ga niet kraken of manueel behandelen. Ik denk dat we eerst maar even naar het ziekenhuis moeten. En toen hebben we Anatomie Medisch Centrum, waar we ook een samenwerking mee hebben, gelijk ingezet. En toen bleek al snel dat 3 wervels gebroken waren. Ja, je ziet een beetje je carrière aan jezelf voorbij gaan. En je bent net 21 en je denkt van ja, dit gaan mijn jaren worden. Ik kwam net bij Zwolle en een stap waar ik heel veel zin in had en echt naar uitkeek. En vervolgens, ja, zit je maanden toe te kijken, dus dat is echt heel moeilijk geweest. Ja. De timing is nooit lekker, maar ik had echt het gevoel dat ik op het punt stond om een grote stap te maken. En, dat zag ik wel vast als sneeuw voor de zon. En als je dan nog weet wat er aan de hand is, dan kun je een behandelplan maken en dan kun je aan de slag. En in dit geval doen we dat met een heel team bij elkaar. Want herstel van een wervelfractuur, dat doet Mike wel. Zeker zo'n fit persoon, zo'n fitte sporter als dat Mike is. En dan is het natuurlijk heerlijk voor ons om te werken met zo'n sporter als Mike, die zo gefocust en zo gemotiveerd is om zijn doel gewoon weer te behalen. Mike moet gewoon zo snel mogelijk weer op dat veld staan. Stapje voor stapje zag je dat hij vrijer werd, vrijer in zijn bewegingen. Zijn snelheid weer toepaste, zich niet meer inhield in de duels. Dat resulteerde uiteindelijk in dat hij nu gewoon weer volledig mee kan doen, volledig minuten kan maken zonder dat hij ook maar eigenlijk aan zijn rug denkt. En ik vind het gewoon heel mooi en fijn om te zien dat ik na jaren van teleurstelling en tegenslagen toch weer hier sta. En je bent nooit uitgegroeid, alleen ik denk als jonge Mike van 10 die een basketbal oppakt, is dit wel wat ik voor ogen had. En de reis is nog niet af, maar ik ben heel blij dat ik dus wel echt nu weer sta waar ik sta. En dat voelt goed en het is fijn om weer gewoon pijnvrij lekker mijn ding te kunnen doen en mijn droom waar te maken.
Look, my girl's sweet like my hotel flow. From where they ran through more keys than a hotel dough. The D, give her the D, not a whole hotel no. Feel like I'm looking down from heaven screaming, oh hell no. When you hop on top, girl, that's what it feel like. She always had a player back like the field lights. And every time I left, it ain't feel right. Cheated on her and she stayed, that's just real life. Shit. Cause it's hard when you ain't on the same coast. Burning bread in the club, so all these girls want toast. Hoes try and wave, but we ain't on the same boat.